Amsterdam, op de Coolsingel, bij de beurs. Hier achter ons. Kan je wat vertellen over de beurs? Ja hoor, dat kan ik wel. Nou, de beurs is gebouwd. Nee, maar dat wordt heel stijf, wordt het dan, hè? Want dan ga ik vertellen van de beurs gebouwd in 1926. De architect is Staal. En weet je dat het tot heel veel discussie leidde? Nee. Nee? Nou, daar zal ik het wat over gaan vertellen. Voor sommige stadsbestuurders kan het niet groot genoeg. Torenhoge ambities. Dat is vandaag de dag en dat was in 1926 niet anders. Vanwege een grote bouwkavel die er tot beschikking kwam, moest het beursgebouw ook andere panden huisvesten, zoals winkels en horecagelegenheden. En dit uit op hele felle kritiek. Onder andere van een econoom. Die zei: die grootschaligheid leidt alleen maar tot nog grotere gebouwen hier in de omgeving. Deze grootschaligheid zou een slechte imitatie zijn van de Amerikaanse voorbeelden. En enkele jaren later kwam een architect, architect Maaskant, en deed die hele kritiek nog een keer dunnetjes over. Beetje hypocriet, want enkele jaren later, naast het station, bouwde hij een enorm gebouw, namelijk het Groothandelsgebouw. Wat vinden jullie? Is dit een excessief groot gebouw? Of moet het een plaats krijgen in de stad van Nederland?